Met de BMW i3 presenteren we het nieuwe premium. Van A tot Z ontworpen vanuit een duurzame gedachte. Zo wordt de stoffen stoelbekleding gemaakt van gerecycled plastic voor 34% afkomstig van petflessen. En de automatten van oude visnetten. Het leer wordt gekleurd met een extract van olijvenbladeren, normaal gesproken een afvalproduct bij de olijvenoogst. Het dashboard van de BMW i3 wordt gemaakt van het lichte hout van de snelgroeiende eucalyptusboom. FSC gecertificeerd natuurlijk. De vezels van de malveplant gebruiken we voor het dashboard en de portierbekleding. Dit Kenaf is heel sterk en licht, wat de actieradius van de auto ten goede komt. Het inzittende compartiment is van uiterst sterk carbon, waardoor een veilige, crashbestendige binnenruimte ontstaat. En 50% lichter dan staal, dus wederom goed voor de actieradius. De duurzaamste autofabriek ter wereld is de BMW i-fabriek in Leipzig. De energie is hier afkomstig van 4 windturbines. Gebruikte BMW i3 accu's worden ingezet voor de opslag van deze energie. En per 2020 draaien alle BMW-fabrieken op duurzame energie. De BMW i3 is vanaf de eerste schets op duurzaamheid gericht. Recycling en hergebruik zijn belangrijke uitgangspunten. Het resultaat is een praktische auto die voldoet aan de standaarden van de toekomst en die garant staat voor geruisloos rijplezier. Een voorbeeld van de manier waarop BMW invulling geeft aan duurzaamheid.